We staan hier in het prachtige Veningen bij het Crisis Cross Festival. Het is heerlijk weer. We gaan even kijken bij de cross. We gaan backstage krijgen we een rondleiding. We gaan een kijkje nemen op de camping en we stellen de vraag aan de festivalgangers van waarom ben jij een echte crisiscrosser? Nou, laten we gaan maar dan. Dus Anouk, je hebt net de baan al een beetje verkend. Hoe lag je erbij? Nou, niet heel goed. Want de rechte stukken, zeg maar, is hier best wel goed te doen. En in de bochten komen er echt zulke gaten. En na de springbult is het ontzettend mul. Dus ik ben één keer over de kop gegaan. Omdat ik zat net iets. Je moet echt in een lage versnelling rijden om overal goed door te komen, zeg maar. Ja, precies. Nou, en hoe ben je eigenlijk bij dit crossen gekomen? Het is natuurlijk wel een bijzondere sport. Ja, klopt. Nou, mijn vader, ik was ongeveer 10 ongeveer, denk ik, zoiets. En toen kocht mijn vader een kwadje voor mijn broertje en mij. Toen gingen we een beetje door het bos en zo crossen. Toen op een gegeven moment kocht mijn vader een 85cc kleine wielen Kawasaki voor mijn broertje. En daar mocht ik ook af en toe op rijden op het land en zo. Nou ja, en toen was het een beetje begonnen. Toen werd het steeds leuker. En 3 jaar geleden ben ik begonnen met wedstrijden in het BMX. Oh, wat gaaf. En wat vind je eigenlijk het leukste aan het crossen? Het leukste vind ik de snelheid. De sensatie. Want je weet natuurlijk niet of het goed of fout gaat. En het is gewoon een hele lastige sport. Wat ik ook wel heel uitdagend vind. Ja, nee, dat snap ik. En je zei net al 3 jaar geleden begonnen met wedstrijden. En hoe gaat zo'n wedstrijddag, zeg maar, als je een wedstrijd hebt? Nou, het is eigenlijk altijd zondags. Er is een competitie is er opgesteld met verschillende datums. En per datum rij je op een andere baan. En het is echt in het noorden, dus Westerbork, Delfzijl, Makkinga, dat soort banen rij ik allemaal. En je kunt je daar gewoon voor aanmelden. Ja. Je hebt natuurlijk wel een licentie nodig, een verzekering. Nou ja, en dan rij je gewoon, dan meld je je aan van tevoren voor de wedstrijd. En het is elke zondag, als er een wedstrijd plaatsvindt op de zondag, dan kom je daar 's ochtends vroeg aan. En dan beginnen de trainingen vaak om 9 uur. En dat wordt dan gewoon in een bepaalde volgorde gedaan. De training is ongeveer 12 minuten. En dan zet je een tijdtraining neer. En als je hoe beter het tijd je hebt, hoe sneller je een startplek aan het starthek kan kiezen. Dus je hebt als je vierde tijd hebt, mag je ook als vierde plek kiezen, zeg maar. Nou, als je de tijdtraining hebt gehad en alle cc's zijn geweest, zeg maar, je hebt 125 en dat soort dingen. Dan begin je met de eerste manche. De eerste manche is de eerste wedstrijd. Dan start je met z'n allen aan het starthek. Dan rij je vaak 12 of 15 minuten plus 2 rondes. Nou ja, en wie als eerste over de finish komt, die heeft gewonnen. En dat wordt allemaal bijgehouden. En de tweede manche gaat eigenlijk hetzelfde. En dat is dan later op de dag natuurlijk, omdat eerst alle eerste manches moeten en dan alle tweede manches. Wat gaaf eigenlijk! En voor de wedstrijden train je dan ook? Zeg maar gewoon, doe je dat door de week of in het weekend ook? Ja, ik probeer in het zomerseizoen, dan zijn natuurlijk vaak alle banen wel open, tenzij het ontzettend veel heeft geregend. Probeer ik minimaal 1 keer in de week te trainen. Dat is dan vaak op zaterdag of zondag. Of 2 keer. En dat kan dan zaterdag of zondag zijn. Of 1 keer door de week als ik tijd heb. Ja, precies. En heb je ook al wel eens een wedstrijd gewonnen? Clubwedstrijdjes heb ik wel eens gewonnen. Maar in de damesklasse rij ik wel bovenaan een beetje. Top 8 vaak, top 10. En, maar win ik niet. Nee, zo goed ben ik niet, helaas. Nou, misschien in de toekomst. Ja. Maar je zegt damesklasse. Betekent dat je bij de vrouwen tussen de dames crosst? Ja, dat is echt alleen de dames. En dat begint ook vanaf 125 cc. De cc's daaronder, dat zijn eigenlijk een beetje vaak de jongere meiden. En die rijden dan gewoon bij het betreffende cc in waar ze thuis horen. Bij mij is het 125 cc, maar ook 250, 2-takt, 4-takt. En eventueel ook 450. Aha, en ik zag het net al een beetje. Volgens mij rijden hier bijna alleen maar jongens. Klopt, ja. Eén meisje die ook bij mij in de competitie rijdt, die rijdt vandaag toevallig ook mee. Wat vind je daarvan, dat je eigenlijk tussen de jongens rijdt hier? Ja, maakt me eigenlijk niet heel veel uit. Maar ja, jongens zijn vaak wel iets, die durven iets sneller en harder. Dus dat merk je wel op de baan. Maar nee, verder maakt het me niet uit. Nou, en we staan hier natuurlijk bij het Crisis Cross Festival in Veningen. Kom jij hier zelf ook uit de buurt vandaan? Ja, ik kom zelf uit Zuidwolde.
Oh, dan ligt het lekker dichtbij. Wat vind jij van het festival verder? Ja, ik vind het echt ontzettend leuk, want je ziet gewoon dat het elk jaar steeds groter wordt. Je hebt veel cross en je hebt veel feest en dat is echt waar ik van hou. Dus ik vind het echt top. En het is natuurlijk heel makkelijk in de buurt, dus ook heel veel vrienden en vriendinnen van mij komen hierheen. En ik ken ook gewoon ontzettend veel mensen hier, dus het is ook ontzettend gezellig. Ja, dat snap ik wel. Dus vanavond ben je ook wel te vinden bij het feest. Ja, zeker. Maar niet tot heel laat, want morgen doe ik ook weer mee. Dus... Belangrijke dag dus. Je woont natuurlijk hier in Zuidwolde en wat vind je ervan om hier op het platteland te wonen? Ja, ik vind het aan de ene kant wel leuk en ik vind Zuidwolde eigenlijk top, want je hebt eigenlijk alle voorzieningen. Maar je woont ook wel vrij, zeg maar, dus dat vind ik eigenlijk perfect. En motocross, is dat echt een plattelandsport of kun je dat overal wel doen eigenlijk? Ja, je kunt het eigenlijk overal wel doen, maar je ziet wel vooral ook dat vaak de mensen die op het platteland wonen, die kopen ook wel vaak een, nou ja, af en toe een motor. Het ligt er maar net aan of je ervan houdt natuurlijk. En die doen het ook gewoon op het weiland. Maar ik doe het eigenlijk alleen op de crossbaan. Ja. Dus bijvoorbeeld als ik bij mij in de competitie kijk, in andere klasses ook, dan zie ik ook wel echt mensen uit steden, uit Meppel bijvoorbeeld. Maar ik zie wel, ja, het meest is wel een beetje het platteland. Ja, precies. En dat is ook wel waar jij wil blijven wonen. Ik denk het wel, ja. Maar ik weet het nooit, nee. Nou, je hebt natuurlijk heel veel spullen nodig voor deze sport. Hoe kom je hier aan? Meestal koop ik ook heel veel dingen zelf, zoals brillen en zo. En ik heb gelukkig ook een paar lieve sponsors. Namelijk mijn vader, die betaalt natuurlijk gewoon benzine, et cetera. Mijn oom, die heeft een bedrijf Industrie Service Wildeboer. Die staat ook wel op de motor heel groot. En een zonnepanelenbedrijf. En dat heet Lohuis Installatietechniek. Zin in? Heel veel zin in. Ja. Lekker weer erbij. Alleen straks als je erachter natuurlijk wordt het ontzettend warm. Nou, je hebt net gereden, hoe ging het? Ja, het ging op zich wel goed. Ik ben met de start altijd wel heel zenuwachtig, omdat je dan echt met heel veel mensen aan het starthek staat. En nou, de start ging op zich wel redelijk, maar ik ben niet gevallen en dat was mijn doel voor deze manche, dus dat ging goed. Ja, nou mooi toch? Ja, wij hebben ook even gekeken net. Nou, het zag super goed uit, ik doe het je niet na. En dat ook nog tussen de jongens. En heb je voor aankomende tijd nog wedstrijden op de planning staan verder? Ja, volgende week heb ik DMX Emmen en die week daarna heb ik in Westerbork. Oh ja, en hoe ga je je daar op voorbereiden? Dit is eigenlijk een soort van voorbereiding voor die DMX wedstrijden. En ik hoop nog een keer te kunnen trainen, maar ik denk het niet omdat volgend weekend ook alweer is. Ja, precies. En zijn dat grotere wedstrijden of hoe zit dat? Ja, het is eigenlijk wel groter, want je hebt natuurlijk... Ja, in het noorden, alle crossers die doen eigenlijk daar wel een beetje aan mee. En dit is meer een beetje voor de fun. Ja, precies. Heb je verder ook nog een voorbeeld persoon die als motocrosser? Ja, Nancy van der Ven, dat is de beste motocrosser van de wereld. Een van de. Ik heb ook één keer training van haar gehad, dus dat was ook wel vet. Ja, haar zie ik wel een beetje als voorbeeld. Of Lotte van Drunen. Dat is een jong meisje van, volgens mij is ze 14 ongeveer. En die kan ook echt ontzettend goed rijden. Oh, nice. En heb je dan ook zelf nog doelen om dat te bereiken? Ja, ik hoop gewoon elke wedstrijd in de DMX top 10 te kunnen blijven rijden. En dan vind ik het eigenlijk wel prima. Omdat als ik nog hoger wil komen, dan zou ik meer moeten investeren en meer moeten trainen. Ja. En de tijd en het geld heb ik er niet voor. Nee, dat snap ik. En over 25 jaar, deze passie, hoe zie je dat dan? Ik hoop nog te kunnen rijden, maar dat ligt dus ook een beetje aan mijn vader of hij nog een beetje technisch mee wil helpen eraan.